deze video ga ik je uitleggen hoe je je eigen enkel kunt intapen. Sommigen van jullie hebben misschien mijn vorige video gezien van de Tabata oefeningen op de stoel. Nou, die had ik niet voor niks op de stoel gedaan, want ik zat zelf met een enkelblessure. Voor degenen die dat niet weten, ik had mijn enkelbanden gescheurd. En inmiddels kan ik er weer goed mee functioneren, kan er weer goed mee lopen. Ik ben bezig met stabiliteitstraining, dus dat gaat allemaal goed. Alleen, nu heeft mijn collega net geappt en die had gevraagd of dat ik mee wilde gaan padellen. Ja, dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk, maar ik denk dat mijn enkel dat nog niet helemaal goed aan kan. Tenzij ik hem intape, want dan heb ik net wat meer steun van het tape. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, als ik toch mijn enkel ga intapen, dan maak ik meteen een video waarin ik uitleg hoe je zelf je enkel kunt intapen. Als je bijvoorbeeld ook een enkelblessure hebt of zwakke enkelbanden of ook je enkelbanden gescheurd hebt gehad. Het geeft wel wat extra steun aan je enkel, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je tape gaat gebruiken om de functie van je spieren over te laten nemen. Het is echt gewoon in gevallen dat je denkt van, nou, ik ga nu iets doen wat mijn enkel eigenlijk nog niet aan kan, maar als ik het intape kan ik het wel. Ja, ik gebruik zelf meestal deze. Ik wil eigenlijk nergens reclame voor maken, want er wordt er niet voor betaald. Maar dit is echt gewoon mijn eerlijke mening, want je kan tape tegenwoordig overal kopen. Overal online, bij de HEMA heb ik het zelfs gezien wat ik eruit valt, zelfs bij de Action, maar er zit echt wel kwaliteitsverschil in. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar deze. Deze is van CureTape. En nou ja, goed, verder ga ik er niet al te veel over zeggen natuurlijk. Maar, wat ik weer over de tape kwijt wil, is dat je aan de achterkant van de tape, dat bestaat uit verschillende blokjes. De kleine blokjes, dat is 1 centimeter en die grote blokken, dat is 5 centimeter. En ik weet dat als ik mijn enkel moet intapen, dat ik 2 stukken nodig heb van 8 à 9 grote blokken. Dus die ga ik even afknippen. Doe ik het zo hier tellen, zeg maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dan moet ik 2 gelijke stukken hebben. Nou, de hoekjes wil ik rond afknippen. En dat doe ik eigenlijk omdat hoekjes die laten sneller los. En als je ze dus rond afknipt, dan blijft het beter zitten. Nou, wat ik verder nog kwijt wil over het tape is dat het alleen in 1 richting kan rekken. Dus stel, ik scheur hem hier open. Ik zal hem even iets verder open maken. Als die wil, ja. In deze richting kan hij wel rekken. In deze richting niet. En ik pak hem eigenlijk bewust met heel mijn vingers langs de tape. Ik klem hem met heel mijn vingers vast. In de hele breedte. Want dan rekt het hele tape mee. Als ik hem hier zou vastpakken met alleen duim en wijsvinger, dan rekt alleen het middelste stuk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je wil dat het hele tape rekt als je hem straks intapet. Verder moet je zorgen dat je het gedeelte van je huid wat je wil intapen, in dit geval is dat mijn enkel, mijn voet, mijn onderbeen, dat vrij is van body lotion of andere producten waar olie in zit of zalfjes of dat er gewoon helemaal niks op zit. Anders blijft het niet plakken. Oké, nou dan gaan we van start. Nou, ik pak mijn vriend er even bij. Daar ga ik zo mijn voeten overheen leggen. Het gaat bij mij om mijn rechter enkel. Nou, jullie kunnen mijn gezicht nu even niet zien, maar goed, het gaat nu even om mijn enkel. En ik hoop dat jullie zo goed kunnen zien hoe ik hem dan intape.
Nou, deze had ik al opengescheurd. Voordat ik ga beginnen, beweeg ik mijn voet naar me toe. Dus de enkel is zoveel mogelijk in 90 graden. Op dit moment gaat het goed, maar als er nog heel veel zwelling is, dan gaat dat misschien niet zo goed. Maar kijk gewoon hoe ver je komt. Zo ver mogelijk. Die had ik al opengescheurd. En ik plak hem eigenlijk aan de binnenkant van mijn been, net boven mijn enkel. Dan wrijf ik hem ook even vast, het eerste stuk. Dus nu zit hij hier. Draai mijn voet even naar buiten, dan kun je het beter zien. Ik doe één vinger, mijn wijsvinger, aan deze kant. Ik doe mijn middelvinger aan die kant. Ik klem hem tussen mijn vingers vast. Ik leg mijn hand hierop en ik kijk maximaal rek op de tape. En met mijn andere hand wrijf ik hem vast. Ik zorg dat er geen plooien in zitten. Onder mijn voet, zonder rek, breng ik hem aan. En dit stukje weer, hier hou ik hem even tegen. En de andere met maximale rek, breng ik hem aan. Wrijf ik hem even vast. De voet is nog steeds in 90 graden. En de rest wrijf ik op deze manier vast aan mijn been. Nou, dat is het eerste stukje. Wrijf ook altijd de tape even goed vast. Dus zo ziet het er van de buitenkant uit. Onderkant, bovenkant en de binnenkant. Nou gaan we aan de andere kant eigenlijk precies hetzelfde doen. Maar dan in tegengestelde richting. Ja, hoe makkelijk kan het zijn om een enkel in te tapen? Dus als je het net niet helemaal goed gezien hebt. Ik doe nu precies hetzelfde, maar dan aan de andere kant. Het bovenste stukje heb ik losgemaakt. Heel. Eigenlijk zorgen dat je met je eigen vingers zo min mogelijk de lijmlaag van de tape aanraakt. Maar goed, dat lukt niet altijd. Deze plak ik weer op de zijkant van mijn been. Even hoog als de andere. Wrijf hem even vast. Zorg dat mijn enkel weer goed in 90 graden is. Mijn middelvinger. Op het papier, mijn wijsvinger erachter, ik vouw hem dubbel, ik hou hem tegen met mijn andere hand, ik breng maximale rek op de tape. En ik wrijf het gelijk even vast. Onder mijn voet door, zorg dat ik niet helemaal over de andere ga, ik ga ietsje ervoor. En hier doen we weer precies hetzelfde. Wijsvinger op de tape. Middelvinger tussen de tape en het papier. Klem ik hem vast tussen mijn vingers. Nou, oh, meteen zit het ervoor. Maar ik beweeg hem schuin over mijn enkel. Ik wrijf hem weer vast. En het laatste stukje plak ik. Zonder rek op mijn been. Even kijken waar die andere zit. Want het liefst wil ik ze niet over elkaar laten eindigen. Want dan laat hij eerder los. Nou maakt dat bij deze niet heel veel uit. Omdat dit de goede kwaliteit is. En dit is ook nog eens de water resistant. En die kan dus wel over elkaar heen geplakt worden. Daarom geeft deze wat mij betreft de voorkeur om een enkel in te tapen. Omdat je daar eigenlijk niet aan ontkomt om tape over zichzelf heen te plakken. Maar als je andere tape hebt, laat dat wel heel snel los. Dus zorg altijd dat hij niet op zichzelf eindigt. En ja, zo ziet hij er dan dus uit. En nu heb ik een hele stabiele tape. Wat dus voorkomt dat mijn enkel nog kan zwikken. Kan nog wel gewoon bewegen.
En het geeft ook heel veel steun met lopen en ik hoop straks ook met padellen. Nou, mocht je hier nou nog vragen over hebben of als iets onduidelijk is, laat het me vooral even weten in de reacties. En als je nog niet had gesubscribed op mijn kanaal, doe dat dan nu. En vergeet vooral ook niet te liken. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Doei!